Ik ben blij, maar op ander vlak ben ik een beetje bang, omdat ik dan denk van weer iets nieuws. Dus waarom niet bij het vertrouwde blijven? Ik ben Stijn, ik ben 11 jaar. Ik ga volgend jaar naar het lyceum en ik ga Latijnse doen. Ik ben Nille, ik ben 11 jaar en ik ga naar de Dames van Maria. Ik heb zitten kijken naar de richtingen die ik graag doe en waar dat ik toch ook veel met mijn handen kan meewerken en zo. Ik ga naar de richting technische wetenschappen. Voor Dylan was het niet op slag duidelijk wat dat hij zou doen. Dus zijn punten waren ook wel heel goed. Hij kon alle richtingen uit. En dan is het als ouder moeilijk om te kiezen, omdat ik ook ben opgegroeid met het systeem van hoog beginnen en dan kijken waar je uitkomt. Ik denk niet dat dat voor Dylan eigenlijk de beste oplossing was. Je kan eigenlijk best kijken naar de talenten van het kind. Waar is het kind goed in, maar ook wat doet het kind graag? Ik denk dat met deze richting sluit het beter bij zijn leefwereld aan en denk ik dat ik nu de juiste keuze heb gemaakt. Ik denk dat het altijd spannender gaat worden hoe dichter dat we bij 1 september zijn. Vooral een beetje stressachtig en ja, naar daar gaan en zo. En dan ja, zien met wie dat ik allemaal in de klas ga zitten. Ja, er gaat wel veel veranderen, zoals met de bus. Andere lokalen, nieuwe vrienden. Ik ga heel zenuwachtig zijn op de eerste schooldag, maar ik ben ook wel heel blij. We hebben de leerlingen ontvangen buiten aan de schoolpoort samen met hun ouders. De ouders of de grootouders konden een tas koffie drinken, een stukje cake eten. En ondertussen hebben wij met de leerlingen kort een babbeltje geslaan van voor welke richting kom je, voor welke klas kom je. Samen op zoek gegaan op de speelplaats naar leerlingen uit hun klas, wat voor hen direct al drempelverlagend werkt, omdat ze meteen iemand kennen die, met wie dat zij de komende maanden heel veel tijd gaan samen doorbrengen. Goedemorgen, welkom in DVM HTB. Wij zijn nu al de grootste klas van de school, maar wij zijn vooral nu al de leukste klas van de school. En wij gaan vanaf vandaag, vanaf 1 september tot eind juni, gaan we dat elke dag bewijzen dat wij de leukste, de tofste, de knapste, ja, het mag gezegd worden, wij zijn gewoon de knapste klas ook van de school, maar ook de slimste klas van de school zijn. Ja? De eerste schooldag was ik wel nerveus. Hij is wel goed verlopen. De bus gemist, omdat er veel volk op zat. Eerst voelde ik me zenuwachtig, maar dan zag ik mijn vrienden van vorig jaar nog op de speelplaats. En dan werd ik weer wat rustiger. We hebben 2 meters, dat zijn leerlingen van het 6e middelbaar. En die gaan u helpen het komende schooljaar. Voor dingen die je nog niet weet over de school, die gaan je dat dan duidelijk maken. We zetten heel fel in, van in het begin, op het vormen van de groep, de dynamiek van de groep. Omdat wij ervan overtuigd zijn, als een kind zich goed voelt, met een goed gevoel die eerste week afsluit, dat die stap wel kleiner wordt. Het is sowieso, het blijft een grote stap. We proberen die zo klein mogelijk te houden. Jullie gaan in alfabetische volgorde gaan staan. Met de eerste van het alfabet hier en de laatste waar Dylan staat. In de namiddag hebben we wat teambuildingspelletjes gedaan. Zodoende dat zij elkaar ook wat beter leren kennen. Niet enkel de naam, maar dat ze ook elkaar leren vertrouwen stap voor stap. De grootste verschillen voor de 12-jarige kinderen die voor het eerst naar de middelbare school gaan. Het zijn de grote hoeveelheid leerkrachten, de vele nieuwe gezichten, maar vooral de boekentas. Dat geven ze ook wel aan, de zware boekentas, de vele mappen. Het zijn soms hele kleine dingen waar wij ons niet altijd van bewust zijn, die bij sommige kinderen moeite kosten om zich aan te passen. De grootste verschillen zijn dat je meer mag doen en dat je meer kunt doen ook. En dat er veel meer kinderen zijn en dat je met meer mensen kunt praten.
In de lagere school hebben ze één leerkracht. Hier hebben ze voor elk vak een nieuwe leerkracht. Moeten ze vaak naar een ander lokaal. Dat is een redelijk groot verschil, want elke leerkracht heeft zijn eigen regels. En dan moet je weten bij welke leerkracht dat je bent om te weten wat je mag doen of moet doen. Ik denk dat de leerlingen, onze leerlingen er vrij snel aan wennen dat ze dagelijks verschillende leerkrachten hebben. Dat ze voor elk vak een andere leerkracht hebben. Ook al omdat ze soms uitkijken naar een bepaald vak of uitkijken naar een bepaalde leerkracht. De namen zijn wel moeilijk te onthouden, maar het zijn wel leuke leerkrachten. Oké, iedereen doet nu de dab. De dab. Maar we zorgen wel dat onze armen niet voor ons gezicht zijn, want anders hebben we een... Ik heb gemerkt dat het vrij snel verloopt, de overgang van eigenlijk een kind uit het zesde leerjaar naar een leerling uit een eerste middelbaar. Je merkt, ze gaan eens iets uitproberen. Ze gaan eens experimenteren met een bepaalde soort van kledij. Ze zijn op zoek gans dat jaar en het is aan ons om hen mee te helpen zoeken. En vooral niet te zeggen van dat is het of zo moet het, maar om hen zelf te laten ondervinden. En ze zullen botsen, sowieso. Maar dan zijn wij er en dan zijn de ouders er uiteraard om dat weer op te vangen. Langs de ene kant, ze worden groter en je moet er... Ja, en laten gaan ook, ze blijven geen klein kinderen. Ze worden groot en toch zijn ze ook nog kind. Allee, het is zo een moeilijke periode nu, maar ja, hij doet dat heel goed. Ja. We hebben nu al 1 week school gehad en ik heb wel een fijn gevoel. Ik heb er zin in het schooljaar. Ik ben blij als ik naar school mag gaan, maar 's ochtends als ik opsta is het zo van, mag ik nu even blijven liggen, het is zo vroeg.